Ja, de maand oktober is weer voorbij gevlogen, dus we zijn er alweer helemaal doorheen. Tijd voor de This Month's Favorites. Precies, en wat hebben wij gebruikt de afgelopen maand? De hele lekkere dingen. Dit is bijvoorbeeld Rose Jam van Lush. Als je van honing houdt en gewoon hele zoete dingen, dan is dit echt een aanrader. Ja, lekker hè? Ja, je moet ervan houden. Dat is echt wel een geur voor mij. Ook nieuw uit de Lush wintercollectie is de Celebrate Body Lotion. Dit is citrus en amandel. En deze is echt heel erg lekker. Mm. En hij is zo ontzettend vet dat ik gebruik hem iedere avond voor het slapen gaan. En de volgende dag word ik wakker met echt een stralende gladde huid. Echt heerlijk. Oh, dit is echt een heerlijk product. Het zijn vooral douchedingen wat Willemijn zegt. Want dat kerstcollecties komen uit en lekkere nieuwe geuren. En deze jongens van Dolph, die Purely Pampering. Pistache en meiklokjes. Dat is of je de pepernoot in huis haalt. Oh man, ik vind het zo lekker. En ja, denk aan die macarons die erbij zaten. Ja, die macarons, daar ruikt het naar. Oh man. Ja. Wat er ook uitgekomen is in oktober is de Mariah Carey OPI Collection. Dit is de liquid scent lakjes, zoals Silent Stars Go By, Baby Please Come Home en Make Him Mine. En vooral Make Him Mine vind ik heel mooi, een beetje rosé-achtig bruin en perfect. Zij is trouwens afgebrocht op mijn nagels, want ik heb de topkleur. Kan ik niet zeggen. Weer niet eraf gehaald, want liquid scent blijft gewoon kut om eraf te halen en in werk. Dus dat is het enige nadeel. Maar ze zijn wel heel erg schattig. Verder heb ik, en ook samen met Martine, de Riri MAC collectie. En dit is dan de lipstick Talk That Talk. En ik vind deze zo ontzettend mooi. Ik vind hem echt geweldig en ik ben zo blij dat ik hem heb. Ik heb hem nog niet één keer gedragen, want ik heb er nog geen gelegenheid voor gehad. Zo blij ben ik er dus maar mee. Maar ik ben wel echt hier heel erg blij mee, want het is gewoon een pronkstuk in je collectie. Ja. Wat vindt Jurre ervan, denk je? Jurre vindt hem afschuwelijk, dat weet ik niet wel. Ja, en weet je, Jurk zei, ja, die vond hem eigenlijk wel wat hebben, maar later zei hij in, weet je, toch met je heksenrug. Dus ja, je kunt er geen pijl op trekken op die man. Mannen gaan dit toch niet echt geweldig vinden. Nee. Maar goed, oké, we doen het er maar mee. Prima. Ik ga nu een aantal dingen bij elkaar opnoemen. Ik heb hier de lichte Catrice Foundation Light Beige en Sunbeige, de hele donkere versie. Plus de matte primer van Ilamasca. Plus deze bufferkwast van Medallion Tools. Plus het NYX Jumbo Milk Eye Pencil. Plus de Elf Foundation in de kleur Fair. Dat is voor mij het Hardcore Shaping Times 2. Want straks laat ik die andere nog zien. Ik merk dat ik op dagelijks LLG of dagelijkse feestje heb of iets bijzonders. Gebruik ik nu de Hardcore Shaping techniek die jullie hebben laten zien. Het dubbel op shapen. Je hebt wel een paar plaatjes op je kop. Maar het ziet er gewoon heel mooi uit. Ik heb het vandaag ook weer gedaan. Ik heb er echt iets mee. Het is echt een beetje je favoriet ding geworden. En je wordt er steeds beter in. Hoe vaker je het doet, hoe meer je gewoon weet waar je die lijnen moet zetten. Ik hou ervan. Probeer het zelf eens uit, zou ik zeggen. Dat is altijd leuk. Oké. Okay. Heb jij nog meer? Of ben jij ga jij nog maar even door, want okay. Ik heb niets gevonden. Een Inklot Peach oogschaduwkleurtje die ik laatst gekocht heb. Dit is nummer 470. Heb ik ook op mijn wangen vandaag. Ik vind hem echt heel erg mooi. Het is echt zo'n kleurtje, hè? Jij kent hem natuurlijk. En ja, prachtig. Is iets wat we alle twee mooi vinden. Ja, heel mooi. Dan heb ik MAC Mineralized Skin Finish in de kleur Petticoat. En dit is eigenlijk zo'n product waar ik iedere herfst weer helemaal verliefd op word. Omdat die zo ontzettend mooi is. Roestbruin. Ja, de aderen die erin zitten vind ik gewoon echt prachtig. Het is een plaatje om naar te kijken. En hij gaat ook al best wel redelijk op. Limited of niet? Ja, hij is limited edition. Hij komt wel af en toe weer uit in nieuwe collecties. Even kijken. Dus ja, hij is echt heel mooi. Past wel mooi bij Sunset Palette. Ik gebruik hem ook als oogschaduw, dus het is echt wel een leuke ja, MSF. Dat kan me voorstellen. Wat ik nog meer heb, en eigenlijk tevens het laatste inderdaad voor mij. Ik gebruik de laatste tijd hele neutrale blushes ofzo. Ik weet niet waarom, maar dan heb ik geen zin om iets uit te kiezen. En dan kom ik altijd terug op een MAC Pink Cult. Maar ook deze, want ik heb er nog zo één. Mijn MAC Pro Palette die ik zelf heb samengesteld. Dit is een highlighter. Ik zal hem even open doen. Een highlighter Accentuate. Dit is Blush Baby. Dit is Bone Beige. Dit is eigenlijk voor de hardcore shaping techniek dus ook. En ik merk dat ik dit ook echt heel vaak gebruik. Gewoon als ik niet weet wat voor highlighter ik moet doen of wat voor blush ofzo. Dan gebruik ik gewoon of Blush Baby of Pink Cult van MAC. En dan met deze highlighter en deze shape variant. Ik wil echt gewoon nog meer van dit soort neutrale dingen. Echt, ik vind het zo makkelijk. En het kostte wel echt nogal een Duitse MAC palette. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er wel echt heel veel plezier van. Ik gebruik er wel heel veel. Ik gebruik hem echt elke dag voor mijn hout. Ja, het is verantwoord. En mijn laatste product is een budget product. Dit is de True Spirit universele verstuiver navulbaar. En ik was zo blij dat Kruidvat met deze is uitgekomen. Want hij kost maar volgens mij 3 euro. En je kan dus eindelijk dan nu je parfum meenemen in je tas. Zonder dat je eerst 15 euro voor zo'n Travello betaalt. Want dit is gewoon heerlijk budget en hij schuimt. Dat is altijd goed. Ik vond het wel een goeie. Ik moet hem nog vullen hoor. Maar ik was er wel heel erg blij mee dat hij er dus uit is gekomen.
Ja, want waar heb je die vandaan? Dit is van True Spirit, van de Kruidvat. Van Kruidvat? Ja. Ah, ja. Dus ik ben daar heel blij mee en daar is ook een succes. Ja, dat is echt super handig inderdaad. Nou, dat is wel lekker. Dus, dat zijn onze Disney favorites van oktober. Disney favorites. Jongens, wat gaat dat snel? Nog maar twee. Nee, eigenlijk nog maar één. November is de laatste Disney favorites en in december komt dan het hele jaar favoriete. Jeem. Ja. Oh my god. Het gaat echt heel snel. Oh, god. Ik ben al bijna... Goh, dan word ik al 25. Oh, wat erg. Een kwart eeuw. Nou ja, eigenlijk vind ik het niet erg. 25 is een leuke leeftijd. Een beetje zo een vierde van 100, want ik ga de 100 halen. Ja, je bent op een vierde van je leven. Vieren van mijn leven. Nou, dat is nog best dat goed. Dat is te doen. Oh, dat valt dan mee. Dat valt mee. Nou, jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Laat even weten wat jouw favorieten zijn van deze maand. Mm-hmm. Vinden we leuk om te lezen, dus zeker even reageren. Vinden we hartstikke leuk. En vergeet niet te abonneren. Vergeet te abonneren, ook dat niet. En dan hebben we eigenlijk geen hol meer te zeggen, behalve dat we nu wat gaan eten, want we hebben heel veel honger. En we zien jullie bij de volgende Dismans Favorites en tevens de laatste van 2013. Doei!